de eerste kerst van Christus. En zit samen met collega mensen de jonge kerst van Letterkamp opgezet. Wat was voor jou absoluut de hoogtepunt? Sowieso het moment dat ik heb gewonnen was een hoogtepunt. Dit is ook een hoogtepunt. Alle ervaringen wat ik heb mogen meemaken als Miss Charme 2011 waren allemaal hoogtepunten. Ik heb genoten echt van elk moment. Van Fanix tot bij Jurgen Rijman, tot alle netwerkbijeenkomsten, tot de inspirational speeches wat ik heb mogen geven, tot in het busje zitten naar Rotterdam en Den Haag. Echt alle momenten waren gewoon top. Oké, okay, goed zo. Zometeen komt er een nieuwe champ voor het jaar 2012. Wat zou je er willen meegeven? Ik wilde meegeven dat ze dat eigen verhaal vertelt in Zuidoost. Dat ze de mensen inspireert met een verhaal. Dat ze vooral zichzelf blijft. En als laatste dat ze echt geniet van elk moment. En elke kans wat ze krijgt, dat ze die moet grijpen. Want voordat ze er weet, is het voorbij. Oké, okay. Nou, dankjewel. We zijn heel trots op je. Je was echt een fantastische mis. En ik denk dat deze mis inderdaad ook een moeilijke taak heeft om jouw voetsporen te vinden. Ja. Ik zal er altijd voor de klaar staan als ze steun nodig heeft of advies of wat dan ook. Dan kan ze me altijd bellen. Kijk, dat hoor ik graag. Dankjewel. Dankjewel.